Het is vandaag 11 augustus. Dit is een volk dat is staan uit een broedaflegger om de vrouw te behandelen. En hier linksonder zien we een bij die duidelijk beschadigd is door de vrouwa. Dat is gebeurd tijdens dat hij een larve was. Daar heeft de vrouwa leeft daar van het vetlichaam van de bij. En daardoor komt die bij niet goed tot ontwikkeling. Er worden virussen overgedragen. En die virussen maken de bijen ziek. Het valt ook op dat er echt weinig bijen zijn. Hier ook weer een DBV bij. In het midden. Eén vleugeltje is eraf. Dus DBV is echt een veel voorkomende virusoverdracht. Dus eigenlijk een samenwerking van de varroa met de bij. De bij heeft type A virus. Geeft dat door aan de varroa. De varroa in de varroa muteert dat virus zich tot type B. En geeft dat weer terug aan de bij. En van die DBV-B-variant worden de bijen erg ziek. En krijgen ze die. Dan zie je ook weer een bij die gewoon, ja, armtierig is. Het is één raampje. Ze kunnen nog even meer raampjes pakken. Hier het volgende raam. Ook hier zien we weer DBV-bijen lopen. Bijvoorbeeld daar zien we er één in het midden. Helemaal geen vleugels meer. Vreselijke aandoening, die varroa. Niet alleen verzwakt het hele bijenvolk, maar als de besmetting te groot wordt, dan vallen er dus ook gewoon heel veel bijen uit. En als je dus varroa's op een bij ziet zitten, dan weet je eigenlijk dat het volk heel erg besmet is. Omdat de varroa daar, op zijn achterlichaam zit er nog één. Ze zitten op dit bijtje, zitten er al twee. Ik kan dat bijtje even pakken. Misschien zien we er nog wel meer. Je ziet ook dat het een heel klein bijtje is. Die bijt is dus ook in de ontwikkeling heel erg gestoord geweest. Je ziet die varroa gewoon lopen. En die varroa die kruipt normaal op de buik tussen de schubben. En daar vreet het, loopt hij over zijn kop heen. En tussen die schubben daar zit het vetlichaam. Dus aan de buikkant zit het vetlichaam. Ik tel dus nu al drie varroa's op deze meid. Daar zit het vetlichaam. En dat vetlichaam dat wordt opgesoupeerd door die varroa. Vreselijk. Varroa is een enorme aandoening voor de bijen. Geen natuurlijke vijand van de honingbij. Dus de honingbij heeft hier gewoon nog geen antwoord op. En veel volken gaan dan ook ten onder. Het grootste doel van de imkerij zou moeten zijn kweken op varroa-resistente bijen. Bijen die begrijpen hoe ze de varroa moeten aanpakken.